sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel. Tonight.
Jarenlang had men vertrouwd dat de Christus komen zou. Maar toen hij op aarde kwam, was hij kwetsbaar als een lam. Niemand had op dat moment hem als zoon van God herkend. En in het lijden van die nacht is uw grootste werk volbracht. Verdien de grote.
wordt u ons lied gewijd. Heilig, 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 liefdevol en machtig, drievuldige God, die één in wezen zijt. S'morgens vroeg, toen het nog donker was, ben ik naar zijn graf gegaan. Verbijsterd zag ik dat het open was en de steen opzij gedaan. Zag ik iemand staan. Ik dacht het is de hovenier. Zachtjes vroeg hij
het echt. Jezus leeft, een nieuwe dag breekt aan. Er is geen twijfel meer sindsdien. Jezus leeft, hij is opgestaan. Ik heb het zelf. Een blinkend
Zeg elke keer, Christus, oh.
straat staan mensen in de rij. Want hij, de Christus, komt voorbij. Ach, zo'n timmerman, zegt men, hij brengt een valse leer. Maar anderen knielen voor hem neer. En in zijn ogen zien ze het leer. Oh,
en al je kracht en je naaste. Kan dek maken dan. Ja dan? Ja. Toe. Ja. Toe. Nee. Ja, nog één. Kijk die baas, ik ga daar niet. Familie sterkte. Beste mensen. Goedemorgen. En heel veel sterkte. Het komt zeker goed. Hartelijk dank. Ja. Ja, graag gedaan. Ja. Bye.
Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God die de zijnen leidt, vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Zeker aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde
Ik wil uw liefde loven.
gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Hou mij vast, laat uw liefde stromen. Stijg op als een arend, dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Wakabo Aja. Je hebt hier gewoond. Hier heb je je laatste uren doorgebracht. We waren ideeën. Maar onze schepper heeft anders beslist. Je bent nu bij het huis waar we een dag elkaar allemaal zullen ontmoeten. We're gonna make it.
wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, zonder klagen tot in de dood gegaan is als een man, sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij.
Thank you.
Thank you.
Sofri con ayana, say
Thank you.
aman.
धनं देवं शंखचक्र गदाधर अक्षय कुंडलीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदोभव। आदरणीय दुखित परिवार, उपस्थित भाइयों और बहनों, दामस एंड हियर डीप बद्रुफ्ड फैमिली फ्रेंड कैनसर al de mensen die aanwezig zijn, u hebt een zekere band met de familie en de overledene. Namens de familie begin ik u heel hartelijk dank te zeggen dat u in deze moeilijke COVID-periode tijd heeft kunnen vrijmaken om bij ons te zijn. Het is een goed gebruik om alvast eerst in gebed te gaan. Mag ik u uitnodigen om in een gebedshouding te zijn? U kunt op uw eigen manier bidden. Ik doe het volgens de regels waarin de familie Ramnath geloofde. Om Tvameva Matashcha Pita Tvameva Tvameva bandhushcha shakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva Tvameva sharvam mama deva deva Om shantakaram bhujaka shainam Padmanabham suresham Vishwadharam gaganashadrisham Meghavaranam subhangam लक्ष्मी कांतन कमलनयनम योगिर्विध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरन सर्वलोकैकनाथम। ओम अनाधिनिधनम देवम शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडलीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदोभव। हरि ओम शांति शांति शांति। Dank u wel, dames en heren. U krijgt wat meer informatie over de overledene. Ik ken haar enkele als de familie Adrien. Zij is, of hij, goed zeggen. Hij is een zusterskind van de grote familie Jan Adrien. Ik denk dat het een zusterskind van Jan is. Ja, het zusterskind van Jan Adin. En met de familie Adin had ik een heel goede band, omdat ze waren met veel broers. Een van de dochters, die is toen ik nog heel klein was, getrouwd daar waar mijn grootvader woont, op pad van Wanica. En als kleine jongen al hoorde ik Adin Kebitia, Adin Kebitia, Adin Kebitia. Maar zij moet natuurlijk een andere nicht zijn. Ik ga de zoon uitnodigen. Hij gaat iets over zijn vader vertellen.
maar ik heb uw aandacht voor de zoon. Familie, vrienden en overgegenodigden. U bent hier bij elkaar gekomen om voor de laatste keer samen afscheid te nemen van Frederik, meer bekend als Oom Ram. Als wij geconfronteerd zijn met lijden en sterven, dan voelen we hoe dat diepe emoties kan oproepen en er vele vragen bij ons naar boven komen over de zin van leven en dood. We kunnen worden overvallen door gevoelens van onmacht en boosheid over het onaanvaardbare dat ons overkomt. Maar er zijn momenten in ons leven die wij zelf niet in de hand hebben en die voor ons allen onafwendbaar zijn. Afscheid nemen is zo'n moment. En vandaag nemen we afscheid van Frederik Rampisun Ramnat, meer bekend als Oom Ram. Wie was Oom Ram? Ik zeg liever, hoe heb ik hem ervaren? Oom Ram was een zeer gedisciplineerde mens in alles wat hij deed, zowel in zijn werk als in zijn privéleven. Hij heeft samen met mijn moeder een grote rol gespeeld in het helpen opvoeden van mij tot een gedisciplineerde burger. En ik heb daardoor op jonge leeftijd mijn woonten zelf leren doppen. Oom Ram was werkzaam op de afdeling personeelszaken van het Korps Politie Suriname tot zijn gepensioneerde leeftijd. Zie daar ook een ambt dat helemaal bij hem paste. Oom Ram was ook een gelovig mens en vastte elke woensdag, zijn welbekende vegetarische dag. Verder was hij erg bekend om zijn netheid, huis, erf schoonmaken, elke dag auto schoonmaken, ook al reed hij het niet. Zelfs als er geen vuil was, moest hij opruimen en bezig zijn. Zelfs de bladeren van de bomen gaf hij geen kans om zelf te vallen. Terwijl het nog aan het regenen was, zwabberde hij de nat geworden vloeren buiten. En als ik dan toevallig langsliep bij hem, zei ik steeds tegen hem: Frederik, je bent weer bezig. Ja, zo is het hoe ik hem heb de laatste jaren noemde. Frederik. Als ik Frederik belde, was zijn eerste vraag altijd: waar ben je bezig? Aan het werk? Hoe gaat het met Sharon en de kinderen? Oom Ram hield van muziek en tv kijken. En natuurlijk zijn snapje. En zijn chicken. Daarvan houdt hij. Daar was ik gek op. Als je op bezoek bij hem ging, was er altijd muziek op de achtergrond. En dat creëerde toch wel de leukste sfeer. Het snapje werd er altijd aangeboden. Zo werd het altijd aangeboden. Wil je niet? Neem dan. Kijk maar wat je allemaal wilt. Er zijn kaasstokjes. In de koelkast ligt er nog chocola. En in de kas. Als zijn vrienden en kennissen van familie tegenkwam, waren zijn eerste woorden altijd: Ine, bolu kumi. Wanneer ga je komen?
Zo gastvrij als hij was, zijn deur stond altijd ook open voor onze vrienden en kennissen. En dat was heel fijn. Een dieptepunt in zijn leven was zeker wel het overlijden van mijn moeder op 2 oktober 2014. Hij woonde sinds toen alleen. Hij koos er zelf voor om alles zelf te blijven doen. Hij wilde geen hulp. Niemand was goed genoeg dan hij zelf. En hij heeft de jaren doorstaan, maar ging ziende ogen achteruit met zijn motoriek. De laatste maanden heeft hij vaker gezegd: Bitter, ik kan niet meer. Ik wil niet meer. En dit heeft hij ook bij ons laatste samen zijn gezegd. Oom Ram had ook een vaste manier van groeten als we elkaar begroeten. Na het samen zijn. Oké, Bitter, tot morgen. Zoals de Heer wil. Dat was zijn stopwoord. Zo de Heer wil, en dat was onze laatste groet op zondag 11 juli. Tot morgen. Zo de Heer wil. En inderdaad, het is anders gegaan zoals de Heer wil. Hij is ons voorgegaan. De herinnering aan jou zijn nu een kostbaar bezit geworden. De herinneringen die moeten gaan dienen tot troost en steun om weer verder te kunnen gaan met ons leven. Oom Ram, Frederik, Ramkisoen Ramnat, bedankt voor alles. Wakabu. Aan u allen, bedankt voor uw getoonde attentie en aanwezigheid. Het heeft mij en mijn familie zeker gesterkt in deze dagen. Ik dank u allen. Bedankt voor uw bijdrage. Ik had het voorrecht om de laatste keer een dankdienst voor hem te houden. Toen vertelde hij me dat hij van lekker eten hield. En toen zei ik, van welke kant heb je het? Vaderskant of moederskant? Toen zei hij moederskant, familie Adil. Zo van lekker eten. Ik hoop dat u het ook heeft. Wanneer ik kom, dan is het er ook. Dank u wel. Zo, er is nog iemand die een bijdrage gaat leveren. Ja, mag ik u uitnodigen? Ja. Hoe heet hij? Direct. Hoe heet hij? Oh? Meneer Safir, het moet helemaal rustig zijn. Ja, goedemorgen allen die hier aanwezig zijn. Ik zal vanmorgen kort vertellen wat Adja voor ons in het bijzonder voor mij heeft betekend. Adja zag het levenslicht op 16 oktober 1943. Hij had 3 broers, 3 zussen, waarvan 2 broers en 3 zussen nog in leven zijn. Ik heb hem gekend als iemand die altijd heel strikt was, voor wat regels betreft. Eerlijk zijn, niet jokken, dat herhaalde hij steeds. Dat waren zijn grenzen. Hij had een gezaghebbende uitstraling als hij naar buiten ging. Men kon niet met hem zonnen. Voor mij had hij wel een zwakte. Als ik in de koelkast ging om iets te halen en ik nam iets, zei hij altijd van, wat steel je uit de ijskast? En daarna was hij, maak je niet druk, je bent mijn kleinzoon. Voor mij mag je alles, zonneboy.
was heel erg zorgzaam. Hij had altijd iets lekkers voor iemand die bij hem op bezoek kwam. Dus kocht hij altijd iets speciaals. Als je jarig was, belde hij altijd even of kwam hij altijd even langs. Een heel attente man dus. Toen ik op het nadien zat, ging ik elke dag aan de Keesstraat om te eten. Je weet, Aji kookte heel lekker, dus ik was standaard daar. Op de maandag en donderdag waren ze vaste dagen dat hij Aji meenam naar, om boodschappen te doen naar de markt. En ze hadden een vaste route waarbij ze, voordat ze naar huis kwamen, altijd stopte bij Sunrise. En daar kocht hij altijd een pasteitje, omdat hij weet dat ik ervan hield. Na het eten had ik het altijd. Hij wist ook dat ik hier erg veel van chocola hield. Zijn ijskast was altijd vol met chocola, zoals mijn vader dat al zei. Ik herinner me een bijzonder uitje met hem. Ik weet niet, ik kan niet meer heugen precies hoe oud ik was, maar hij kwam me halen op school. En we gingen dan toen naar de Chinese acrobaat. Die dag vergeet ik nooit meer. Ik vroeg hem nog, wanneer gaan we weer? Dat is toen er nog activiteiten waren. Het was een ware belevenis als jongen. Ik had niet onder stoel en banken schuiven. Ik was heel verwend door beide grootouders. Naast het verwennen had hij ook een heel serieuze kant. Ik kan me nog heel erg heugen dat hij zo streng was. Hij was zo boos op me geworden. Ik kan me niet meer precies weten wat de reden was. Maar hij was dan kort af die dag voor me. En ja, pas toen ik naar hem toe stapte om te verontschuldigen, was het weer de oude. Respectvol omgaan met elkaar. Dat was heel belangrijk voor deze leven. Voor zijn levensles. Daarnaast was hij ook heel erg netjes. Hij had geen dienst nodig, want hij wilde dat alles zelf doen. Op een gegeven moment werd hij ouder. Naarmate hij ouder werd, werd hij wat losser. Minder streng. Een stuk vrijer. In 2016, kan me nog heugen, waren we met z'n allen naar Curaçao gegaan. Dat was de laatste vakantie die hij met ons doorbracht. We hebben heel flink genoten. En je weet, Aja is altijd een man geweest. Hij heeft niet direct iemand nodig om te genieten. Hij maakt vrienden. Want zelfs de gasten van het hotel kwamen bij hem van, hé, hey, big man. Niet echt eens, want ze wisten dat hij van zijn shot hield. Hij genoot op zijn eigen manier. Sinds Aji er niet meer was, is hij heel achteruit gegaan. Hij wilde eigenlijk bijna helemaal niets meer doen. Niet eens koken, niets meer. Het leek alsof het leven voor hem geen nut meer had. Ik zag hem achteruit gaan. Aja. Bedankt dat je dat voorbeeldfiguur bent geweest voor mijn vader. Door jou heeft hij geleerd dat het erg belangrijk is om eerlijk en oprecht te zijn. Deze levenslessen zal ik elke dag meenemen in mijn dagelijks leven. Op mijn moeders verjaardag hebben we nog samen gezeten. Zitten eten, voetbal kijken, een borrel. Niet wetende dat dat de laatste keer was. Dat we jou hebben mogen ervaren. Jouw overleden hebben wij niet zien aankomen. Maar wanneer de tijd is dat de schepper jou terugroept, kunnen we niets doen dan maar accepteren. Aja, bedankt dat je onderdeel was van mijn leven. Bedankt voor alles dat je voor ons hebt gedaan. We zullen je missen. Ik hoop dat je nu in vrede mag rusten. En uiteindelijk herinner ik mij met Aji. Zo, kleinzoon,
Bedankt voor uw bijdrage. Mag ik nu Sjaarda uitnodigen voor een korte bijdrage? Ik ga het kort houden. Dus de familie is dat gelijk van mij. We zijn... Oh, dichterbij. Wij zijn als familie heel blij en dankbaar om jullie allemaal hier te zien. Dankbaarheid komt ook omdat... Familie is meer dan bloed. Is ook je hart. We zijn blij dat jullie hier zijn in ons hart. Goedemorgen iedereen. En ja, Sjaarda is de oudste, dus de band en het gevoel gaat er altijd zijn bij haar natuurlijk. Maar wat ze wilde zeggen, wij willen namens de familie, Melvin en Safir en Sharon, maar ook Danitja die niet hier is vandaag, echt een hart onder de riem steken. We zijn blij, echt blij, dat jullie altijd om Frederik zo goed verzorgd hebben en in zijn aanwezigheid zijn geweest. En ja, alles wat jullie vandaag hebben gezegd, klopt. Dat was om Frederik, toch? Gedisciplineerd en wij als nichten en ook de neven en de overige familie zijn het erover eens dat je bij oom Frederik niet zomaar met je vieze schoenen binnen kon komen. Hij was echt een keurige man, netjes, maar netjes in alle opzichten. En we willen jullie bedanken dat jullie er vandaag zijn om ons allemaal, de familie, maar vooral Melvin en zijn familie, te ondersteunen. Mijn vader, die hier als enigste broer zit. En daarvoor zijn we jullie dankbaar. Want zo kunnen wij het met z'n allen makkelijker verwerken. Oom Frederik, Puchikaka, zoals wij hem kenden. Rustzacht. Ja, rustzacht. En wij zullen u altijd blijven gedenken. Altijd. En de wijze lessen die u ons heeft meegegeven, met z'n allen nemen we mee. En zullen we voor altijd koesteren in ons hart. Rustzacht. Tante Sjaarda, bedankt voor uw bijdrage. Dames en heren, ik zei het aan het begin, de moederskant, de moeder van de overleden, die heb ik goed gekend, beter gekend, een zus van Jan Adil, heel godsdienstige vrouw, zeer godsdienstig. De laatste keer heb ik haar in Nederland ontmoet, in een van de huizen daar. En daar had ze chocolade voor mij. Dames en heren, ik kan binnen en dan denk je aan de Ramai. Een van de, ik denk dat ze die niet kende, althans de muziek van ons. Ze sprak altijd over de Ramai en wat er in de Ramai is daar. Jo tan pa
zeer bekende schrijver, die benadrukt en het is verschrikkelijk gewaardeerd wat hij geschreven heeft. Omdat hij elke zonder man schrijft, Chiti Jala Pavana Gagana Samina Chiti Jala Pavana Gagana Samira Panchara Chitaya Adhama Sarira. Legde hij me uit waarom er Maya-bladeren gebruikt wordt bij de dienst, vooral bij het huwelijk, waarom er zoveel Maya-bladeren gebruikt wordt. En hij zei tegen me, de wens die je dan uitspreekt met Maya-blad is, bij een Maya-blad heb je alle vormen. Je hebt bruine bladeren, gele bladeren, groene bladeren, heel jonge bladeren, maar de regel is dat de oude bladeren als eerste afvallen. Dacht ik, dan begrijp ik dat goed. Dus dacht ik, eerst zal Aji gaan, of Aja, in 23, dan papa en dan mama, en dan zullen wij volgen. Dus dan is er genoeg tijd, genoeg ruimte. Helaas is dat zo'n theorie niet helemaal juist. Of het komt minder goed uit. Want, zegt de leer, de dood, die kent. Zodra je tijd op is, dan ga je. Maar, benadrukt Tulsidas, hoe belangrijk dit leven is. Hoe belangrijk dit lichaam is. Ook al zeggen we vergankelijk lichaam, toch is het zeer belangrijk. En je zult zich afvragen, bij zo'n rouwdienst, wordt dit vaker herhaald. Waarom wordt dit herhaald? Dat de mensen er ons voor zullen gaan, dat weten we. Want als de natuur dat niet zou doen, zou het een heel vreemde wereld zijn als ik straks thuis zou komen en mijn vader zit daar, mijn grootvader zit daar, mijn overgrootvader zit daar, mijn bed overgroot. Wie zou ik eerst groeten? Hoe zou het huis geregeld worden? Wie zou de mooiste kamer krijgen? En wanneer zouden wij aan de beurt komen? Dus de natuur doet zijn werk, maar dan heb je weer, 1 gulden is geen 1 gulden als 1 cent weggaat. En daarom wil je niemand missen. Ook al is de natuur zo, toch wil je je grootvader niet missen, je grootmoeder niet missen. Je wil niemand missen. Want dat alles vormt 1 gulden, 1 prachtige familie. Maar de natuur doet zijn werk. Wij kunnen alleen bidden. Maar benadrukt Tulsidas dat dit lichaam een fantastisch lichaam is. Het is vergeleken met alle andere levenswezen een bijzondere. Omdat u alleen met dit lichaam iets zodanigs kunt doen dat u hoger opkomt. Dat wat men verlossing noemt. Dat wat mij verlost, omdat er een heleboel theorieën zijn. De theorie van de kermeleer. En de kermeleer zegt, precies wat je doet, ga je krijgen. Op deze wereld, men zegt wel in het Surinaams,
grondap no prat angaleti kakaforu ni kakal kakalaka no ableti en foru mofo beteken dat een kakkerlak wanneer een kip waarvan we zoveel houden en dat zo'n mooie smaak heeft wanneer een kip een kakkerlak eenmaal gechopt heeft dan heeft die kakkerlak weinig ruimte om uit te leggen wat burgerrechten zijn en wat de persoonsrechten zijn die voor een kip heb ik gezien het is een hele delicatesse die geniet echt van zo'n kakkerlak dames en heren dan verder in de leer natuurlijk zijn er boeken die uitleggen je moet bidden bidden zal verlossing brengen je moet vasten je moet allerlei andere dingen doen om verlossing te krijgen de Ramayana die zegt dus in het Latijn zegt men ora et labora bid en werk. In de boeken van het hindoeïsme staat swase swase harinam jap virtha swase na kho na jane is swase ke ana ho ya na ho. Al deze spreuken zijn misschien goed. Ze doen hun best om de mens te motiveren God te kennen omdat wij uiteindelijk toch terug naar God moeten gaan. Zeker. En elk geloof zegt, bij de moslim zeggen ze Qiyamah Kedin, dat wil zeggen dag des oordeels. Bij de christenen zeggen ze ook dag des oordeels. Bij de hindoe is het niet direct dag des oordeels, maar de verrekening wordt direct gehouden. Precies wat je gedaan hebt, tot waar je gekomen bent, daar gaat je nieuwe leven beginnen. Ik heb aan mijn grootvader gevraagd, uit de Upanishads heeft hij me uitgelegd, als je je best gedaan hebt om te studeren en je hebt iets bereikt, de kennis gaat niet verloren. En daarom word je gemotiveerd om te studeren. Maar als je eenmaal alle kennis, althans, goed gevormd bent, dan kan dat meegaan en dat kan weer betekenen uitdrukking hebben bij de geboorte van een baby. Je ziet sommigen zijn heel slim, heel makkelijk dingen uit te leggen, anderen gaat heel moeilijk. En zo heb je een aantal theorieën, maar een van de belangrijke theorieën is, dames en heren, het is een heel bijzonder geschenk dat die mensen hebben. En de bewustzijn dat die zoveel goede dingen kunnen doen om verlossing te krijgen. We zijn gekomen om afscheid te nemen. Er zijn mensen die al een rondje gemaakt hebben. Anderen misschien zijn er niet te laat gekomen. Mag ik u ruimte geven dat u op uw eigen manier afscheid kunt nemen? Door om te noemen van de
राम नाम सत्य है। ओम धर्मा धर्म समायुक्तम लोभ मोह विवर्जितम दाह्यं सर्व गायत्राणी दिव्य लोक सगक्षन ओके या तो ये स्थान
van alle drie. Gaat u daar? Houdt u papa handen vast? Ga je gaat. Ja? Oké, dan zo de handen vallen. Om jou shanti, antariksha gong shanti, prithvi shanti, rapah shanti, raukhadayah shanti, vanaspatayah shanti, vishvipa shanti, shanti eva shanti shama, shanti vishu shanti vodu, hrium shanti, shanti. ये जीवन है इस जीवन का यही है यही इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रो थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ